Dat is juist, ja. Maar jij bent ook wel echt een stuk groter dan wij zijn. Ja, Bartje. Dat is wel zo. Ja. Dat is eigenlijk wel aan de kom. Ja, je ziet me niet, maar je hoort me wel. Ik ben even de geest van het Brabants stripspektakel. Mm-hmm. En ik heb drie bijzondere heren eventjes naar mijn skybox met balkon weten te brengen. Niet van de strip Asterix, maar wel van een andere strip. Casper Hauser. Nou, kijk. Dat is hem. Dat zijn ze. Prachtige boeken. Wie is Casper Hauser? Heel lang verhaal. Ik ga de beknopte samenvatting geven en dan gaan Stijn en Chris waarschijnlijk aanvullen. Casper Hauser was een 19e eeuwse, heel bekende Duitse vondeling. Punt. Maar wat mysterieus maakt is dat men eigenlijk nooit achtergekomen is wie hij eigenlijk was. Ja, dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat was interessant. We weten dus niet wie hij was. En dan zijn we eigenlijk vertrokken. Wat weten we er wel over hem? Eigenlijk het enige, denk ik, wat we weten was dat hij een mens was. Dus onze strip is een beetje een zoektocht naar wat is een mens nu eigenlijk? Wat maakt een mens tot mens? En dat proberen we te onderzoeken in deze strip. Via Casper Hauser. Maar Chris zal hier nog iets verstandigs aan toevoegen. Alle druk op de schouders van Chris. No pressure. Kom Chris, geen druk. Toen ik voor de eerste keer hoorde, want ik heb de strip ingekleurd voor alle duidelijkheid, was eigenlijk al een heel deel getekend. En ik had eigenlijk ook nog nooit gehoord van Casper Hauser. En ik vond het wel een heel boeiend verhaal. En ik heb het ook leren kennen samen met het verhaal, met de strip te lezen. En blijkbaar was het wel een figuur die heel gekend was, zeker in de 19e eeuw, maar die eigenlijk nog altijd in Duitsland en in nog andere landen heel gekend is. Waar heel wat verfilmingen van gemaakt zijn, heel wat boeken over geschreven zijn, toneelstukken. Dus het was heel boeiend om die figuur te leren kennen. De grap is, we zijn nu al het hele weekend aan elke klant, het is de lancering, dus het verkoopt goed. Wij blij natuurlijk. We zijn aan elke klant aan het vragen, ken je Casper Hauser? Standaard antwoord is nee, nog nooit van gehoord. Terwijl in de 19e eeuw had hij de bijnaam het kind van Europa. Dat wil zeggen, heel Europa wist wie Casper Hauser was, althans de vondeling, en vroeg zich af wie hij eigenlijk was. Maar dat maakt het net leuk, want ik denk dat ik dit weekend al 50 keer heb gezegd, ja maar leuk, lees het boek. En ik gok dat als je het boek gaat neerleggen als lezer, dat je daarna niet gaat kunnen laten om te googlen wie is Casper Hauser. En als je begint te lezen over Casper Hauser, dan ben je meestal voor een half uur vertrokken, want dat is een heel, heel bijzonder, heel mysterieus en heel interessant verhaal eigenlijk. En de ene die dat dan wel wist, dat was toevallig een Duitser die op bezoek kwam. Oké, nou ja, dat is dan weer mooi. Leuk een internationale gast trouwens ook meteen, hè? Nou ja, goed, ik open natuurlijk met de vraag wie is Casper Hauser, want dat is jullie boek wat, hè, wat je zegt, nu gelanceerd wordt. Maar een andere, ook wel belangrijke vraag is even, wie zijn jullie? Zullen we het zo doen? Ja? Oké, ik ben Bart Proost. Ik ben denk ik voornamelijk in deze tekenaarskringen bekend als tekenaar van Alexander de Grote. Maar ik heb ook al andere boeken getekend voor saga-uitgaven. Ik kom uit Lommel, dus ik ben hier, voor mij is het bijna een thuiswedstrijd. En het is ondertussen mijn 8e of mijn 9e stripalbum, dus het begint al te lijken op een oeuvre. Ja, ik ben eigenlijk basically onbelangrijk, aangezien ik de scenarist ben. Ik heb samen met Chris al Joricus Magnus gemaakt, waar ik ook trots op ben. En ik zie wel wat er verder nog allemaal op mij afkomt. En voor de rest probeer ik vooral een goed mens te zijn. Ja, de laatste vooral. Hè. Mm-hmm. En ik ben Chris van Brussel. Kriva ook wel staat onder de strips. En ik ben eigenlijk architect. Fulltime. En als ik dan nog een beetje vrije tijd heb, dan heb ik zo'n uit de hand gelopen hobby. Namelijk strips tekenen. En dat duurt allemaal heel, heel lang. Ik heb samen met Stijn dus Joricus Magnus. Een historische strip. Die ook al historisch te noemen is door het feit dat het het eerste deel 8 jaar geleden is uitgekomen. Ja.
En we zijn nu bezig aan het derde deel, het afsluitende deel van de trilogie. En ik krijg elke keer als ik naar het stripspectakel kom, te horen van wanneer komt dat derde deel nu maar? Mm-hmm. Dus ik 3 jaar geleden van Bart de uitnodiging kreeg van wil jij deze strip inkleuren? Was ik wel blij dat ik zo een kleinere opdracht had om over een paar jaar hier op het stripspectakel terug te komen en toch te kunnen zeggen van ik heb iets. Ik heb iets. Ik heb iets gemaakt. Ja. Ja. Maar je gaat nog andere uiterst coole dingen maken. Binnenkort is Joricus Wakkers, dat zal dus uitkomen. Ja. Mm-hmm. Ja. En voor iedereen die het nog wil vragen, binnenkort Joricus Magnus, ja. Deel 3. In de onbepaalde toekomst. Maar wanneer juist dat er goed mm-hmm. Ja. En hoe zijn jullie dan bij elkaar gekomen aan dit project? Wij, omdat ik al eerder bij, we zitten dus eigenlijk allebei voor een stukje, nu niet voor Alexander in mijn geval, maar voor Alleen op de Wereld zat ik ook als tekenaar bij Saga. En we hebben dus een paar jaar geleden voor de eerste keer samen aan het Saga-tafeltje gesigneerd. Chris en Stijn voor Joricus Magnus en ik voor Alleen op de Wereld dan. Een dag aan de praat geraakt en veel gepraat en veel gelachen. Ja. Samen naar een basketbalmatch gaan kijken. Allee, zij zijn gaan kijken en ik heb gespeeld. Legendarisch, ja. Legendarisch. Ja. En toen ik het idee had om een strip te maken over Caspar Hauser, want ik was al een aantal jaren gefascineerd door het figuur, was ik op zoek naar een scenarist. Maar dan heb je een scenarist nodig die natuurlijk voeling heeft met het onderwerp. En Stijn is smoorverliefd op Duitsland en houdt ook wel van een stevig stukje geschiedenis. Dus was hij de logische man. Ik had het al geraden, hè? Ja. Want hij hield het nog geheim. Zei, ik heb een project, maar ik zal nog niet te veel verklappen. 19e eeuw en zo. En toen mailde ik terug, het is Caspar Hauser. Ja, echt? Ja. Oké. Okay. Dus ik voelde het gewoon. Het was voorbestemd. Ja. Ja. Dus wij hebben elkaar trouwens nog tijdens onze studententijd, hè, hier in Kerm. Via gemeenschappelijke... 24 jaar geleden. Ja, lang geleden. Ja. En dan zijn wij met Joricus Magnus begonnen. En het viel ons eigenlijk bijna meteen op, toen we aan het signeren waren, dat Bart best wel sympathiek zou kunnen zijn. Ja. Ja. En, vinden jullie dat nog steeds? Wel, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is dat niet. Onze indruk werd bevestigd. Ja. Ja. Dus dan is dat zo gekomen. Ja. Ik vind het eigenlijk heel leuk samenwerken met deze twee talentvolle heren. Dus die verdoezelen mijn eigen gebrek aan heel veel talent. Dus fijne samenwerking voor mij. Ja. Ja, ik was inderdaad wel even benieuwd van wat is de rolverdeling. Die is al een beetje naar voren gekomen, maar die is? Tekenaar, die dan de scenarist heeft uitgenodigd, gevraagd. Mm-hmm. En toen was het verhaal er eigenlijk al. En toen hebben we beslist, dit verhaal heeft ook kleur nodig. En toen kwam ik in actie. Ja. Een goede samenwerking die resulteert in een heel mooi boek. Ja. Wat eigenlijk natuurlijk wel bijzonder is, hè? Want Vlaamse tekenaars, een Duitse figuur mm-hmm. als hoofdpersoon. Ja. Ja. En dat is ook een van de, wat mij betreft, een van de meest bijzondere dingen. Want uiteindelijk, het is dus toch wel een bekend figuur, hè? Maar al moeten we daar vele mensen hiervan overtuigen. Er zijn heel veel boeken over, waarvan ik er spijtig genoeg al te veel heb gelezen. Films, documentaires. Maar er bestaat nog geen stripverhaal van. Dus ja, als die Duitsers het zelf niet willen doen, dan doen wij het. Dan doen wij het ook lekker. Ja. Fantastisch. En is het een eenmalig project of komt er nog een vervolg aan? Dat zal een beetje zien zijn. In die zin, er valt nog een ander verhaal te vertellen over Caspar. In die zin, wij, dus wat Stijn net zei, nu belichten we vooral de menselijke kant. En wat doet dit met een kind? Want gaat, vooral sociaal gezien is het niet mis wat er met hem gebeurt. Maar er is ook nog een ander verhaal te vertellen, namelijk okay, wat is hier politiek-historisch aan de hand? Het speelt in ieder geval in mijn achterhoofd en ik weet bij Stijn ook, Chris heeft het zeer, zeer druk en we hebben het allemaal heel druk, dus wie weet is het antwoord. Dit is wel een afgerond verhaal, maar als we ooit allemaal de zin en de tijd krijgen, dan valt dat niet uit te sluiten. Maar ik denk dat we eerst allemaal nog een hele berg andere albums hebben af te werken. En bouwprojecten en filosofische traktaten. En, maar de kans is er. Ja. Fantastisch. Misschien mag ik nog één iets afsluitend zeggen in verband met de titel. Zo, in het oog van de storm.
Want dat is een beetje toch het concept ervan. Eigenlijk gaat het over Kasper Hauser, maar ook niet over Kasper Hauser. Want het is, in het oog van de storm is het windstil. En het gaat er eigenlijk over, voornamelijk voor mij dan toch, meer dan over Kasper Hauser, gaat over hoe zijn omgeving reageert op het verschijnen van Kasper Hauser. En hoe die jongen zelf nogal leeg is, maar er heel veel geprojecteerd wordt in hem. En als je het vanuit die optiek bekijkt, dan is het eigenlijk niet zozeer een verhaal alleen over Kasper Hauser, maar ook over de maatschappij. En hoe die kijkt naar mensen die anders zijn. Ja, nou, dat is een heel mooi thema. Dus nou, dat zal ongetwijfeld heel veel mensen aanspreken. Ik hoop absoluut dat er heel veel mensen boeken gaan kopen bij jullie. Wij ook. En gaan lezen. Ja. Nou, dank jullie wel. Bedankt. Ja, dank je. Tot de volgende.